En ja, het zijn meiden, de creators allemaal mannen, maar die meiden spelen echt op hoog niveau en hebben de ambitie om kampioen te worden in de topklasse. Nou, kijk eens, Luxo, die krijgt een schop, zeg. Is dit een strafschop? Wat dacht u zelf? Natuurlijk is dit een strafschop, want hij krijgt hier toch een schop die ook maar een beetje te laat is, zeg. Vraag is wie neemt hem. Roy de Koos komt het veld in. Gaat die het dan weer proberen? Zij denken, het zal toch niet. We gaan het eens even lekker afwachten. Daar, met nummer 14. Roy de Koos, groot liefhebber van Johan Cruijff. En daarom neemt hij hem zo. Maar, ja, dat is buitenspel. Dit is de slechtste uitvoering van de Cruijff-strafschop ooit. Weet je wat het probleem met de penalty was? Appie was gewoon heel enthousiast. Johan Cruijff en Jesper Olsen deden het ooit perfect. Maar deze twee doen een hele matige poging. Maar waarom? Ik denk door die Cruijff-schoentjes. Kijk. Helemaal in de war. Roy de Koos, de grote Cruijff-fan-supporter die hem zo neemt. Ja, achter hem, maar wel vooruit. En daarom buitenspel. Dit gaat niet door.